Makkelijk een huis vinden in een achterstandswijk is verleden tijd. Wie er een woning wil, moet er snel bij zijn. En ook worden de huizen in die wijken steeds duurder. Dat en meer na de ster in het NOS-journaal van 8 uur. Tot zo. Wat de bedoelingen precies zijn, is niet duidelijk. Maar Noord-Korea wil een top met Zuid-Korea. En verder in het nieuws vandaag. Goedenavond. Zoekt de Noord-Koreaanse leider Kim Jong een echt toenadering tot zijn zuidelijke buren of is het propaganda? Hoe dan ook? Op de tweede dag van de Olympische winterspelen heeft Kim voorgesteld om snel een topontmoeting met Zuid-Korea te houden. Dat deed hij in een brief die hij meegaf aan zijn zus. Het zou de eerste top in tien jaar tijd zijn tussen de leiders van het Communistische Noorden en het kapitalistische zuiden. Ja. Nederlands succes was er wel op te spelen. Goud, tweemaal zilver en een bronzen medaille Bij het schaatsen was er voor de tweede keer in de geschiedenis... een volledig Nederlands podium. Op de 3000 meter een spectaculaire overwinning van Carlijn Achtereekte, ten koste van titelhoudster Irene Wust, die werd tweede. Antoinette Jong eindigde als derde. Ja, en dan Short Track. Het is uh, Shinky Knecht niet gelukt om zijn favoriete rol helemaal waar te maken... Op de 1500 meter eindigde hij achter de Zuid-Koreaan Lim Yo-Yoon. minder gelukkig was snowboarder Niek van der Velden. Hij zou beginnen aan zijn eerste spelen, maar viel tijdens de training. En dat leverde hem een ernstige armbreuk op. Ja, twitteren kan hij gelukkig nog wel. Zijn spelen zitten erop, maar op Twitter laat hij weten dat hij snel weer terug is. En dan gaan we terug naar eigen land. Naar melkveehouders die boos zijn op het ministerie van Landbouw. Bij diverse belangenorganisaties voor boeren stromen klachten binnen omdat de overheid verschillende melkveebedrijven heeft afgesloten. De boeren worden verdacht van fraude met kalveren, maar zeggen dat ze niets fout hebben gedaan. En zojuist is bekend geworden dat de blokkade voor sommige rundveebedrijven weer is opgeheven. Het is niet bekend om hoeveel bedrijven het gaat. Dat de huizenprijzen de afgelopen jaren flink zijn gestegen is geen verrassing meer. Maar nu bereikt de gekte op de huizenmarkt ook de wijken die vroeger minder in trek waren. Landelijk steeg de verkoopprijs van woningen de afgelopen vier jaar met 27 procent. Maar in de meeste buurten, voorheen bestempeld als vogelaarwijken, was dat veel meer. In Utrecht, bijvoorbeeld, in de wijk Ondiep, betaalde je in 2013 voor een huis nog zo'n 160.000 euro. Vier jaar later gaat het om een bedrag van 250.000 euro, een stijging van 56 procent. In Den Haag, in de stationsbuurt, steeg de gemiddelde huizenprijs met maar liefst 110 procent, in Rotterdam in het oude noorden met 95 procent, en in Amsterdam Zuidoost was de verkoopprijs gemiddeld 47 procent hoger. In de stad Macerata in midden-Italië zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen racisme en vreemdelingenhaat. De demonstratie komt een week nadat een Italiaanse rechtsextremist daar vanuit zijn auto op immigranten schoot. Daar raakten toen zes mensen gewond. Uit angst voor rellen en confrontaties waren de scholen vandaag dicht en werd het openbaar vervoer stilgelegd. Het Syrische leger heeft een Israëlisch gevechtsvliegtuig neergehaald gebeurde toen de Israëliërs aanvallen uitvoerden op... Om... En na middernacht konden de treinen allemaal weer rijden. Klinieken met een spermabank hebben veel fouten gemaakt... na de invoering van de donorwet in 2004. Gegevens van zaaddonoren moeten sindsdien bekend zijn bij een speciale stichting. Zo kunnen de donorkinderen achterhalen wie hun biologische vader is. Maar de klinieken weigeren vaak de informatie te delen, lijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Ja, meer over dit onderwerp om tien uur in Nieuwsuur op NPO 2. Ja, voor de een een vredestichter, voor de ander een handlanger van terroristen. Jerry Adams, de leider van het Ierse Sinn Féin, gaat met pensioen. Tijdens de Troubles, de jarenlange strijd in Noord-Ierland, was hij het gezicht van Sinn Féin. De partij die gezien werd als de politieke tak van de IRA, de Ierse terreurorganisatie. Maar hij stond ook aan de basis van de Goede Vrijdag-akkoorden die uiteindelijk leiden tot vrede. En Adams wordt opgevolgd door Mary Lou MacDonald. Zij is nooit beschuldigd van banden met de IRA. In het zuiden van het land is het feest losgebarsten. Carnaval. Met in veel plaatsen vandaag de optocht. Zoals in Eindhoven. Ja, het was zeker prachtig weer, Marco. Lekker zonnig, maar ja. aan het einde van de dag zag ik toch ook meer wolken. Precies. En tot zover dit NOS-journaal van 8 uur. Om 10 uur kunt u kijken naar Nieuwsuur op NPO 2. Ik wens u een heel mooie avond.